En dat is wel een serieuze zaak voor jou dit, hè, denk ik? Dit is een bloedserieuze zaak voor mij, ja. Ja. Hoe vaak doe je dit per jaar zo? Dit hier, op dit terrein doen we dit één keer per jaar. En toevallig hebben wij vorige week, hebben ik en Ruben de Jong met die krulletjes haar, hebben dit hetzelfde gedaan, maar dan in België. Ja. En dat was ook heel leuk. En dan slaat dit mooi aan. En, maar leuk in de zin van, we hebben allebei iets gewonnen. Vorige week hebben wij persoonlijk niks gewonnen. Ik heb wel mijn persoonlijke record met het koffertje dragen verbroken. Dat is, in België is dat nog net iets zwaarder dan hier. Hier is het 2x60 kilo en in België is dat 2x80 kilo. En daar liep ik, heb ik 80 meter gehaald. Okay. En, dat is, heb ik, en ik was daar 17e geworden van de 122 deelnemers. Hoe komt dat dan? Zijn ze daar zo verschrikkelijk sterk? Nou, de teams, wat je hier ziet is toch dat hier Jan Modaal gewoon hier aan meedoet. Ja. En ook vrouwen, daar heb je echt alleen maar mannenteams. En die teams die vormen zich voornamelijk wel in de sportscholen. Oh, ja. En hier niet. Nee. Dus dat is gewoon, het zijn echt allemaal potige kerels. Ja, ja. Je hebt hier in Nederland geen, laten we zeggen, serieuze teams? Ja, in Nederland heb je ook serieuze Highland Games. Absoluut. Ik heb er alleen nog niet aan meegenomen. Misschien gaat dat nog een keer komen. Het is wel hartstikke leuk om te doen. Maar wat ik net zeg, eigenlijk red je het niet met enkel trainen op de sportschool. Je moet dit gewoon echt daadwerkelijk zo oefenen. Je moet gewoon echt met boomstammen gooien en met gerichten lopen. Want het is niet alleen kracht, maar het is ook nog eens een keer gewoon heel veel techniek. En zoals dit ook, een gewicht omhoog gooien om dan vanuit 0 naar 100% explosief te zijn. Dat, die innerlijkheid moet je bij jezelf vinden. En als een soort bom moet je dat ontladen. En, dat is best moeilijk en dat geeft dus heel veel energie en dat je dat, ja, dat gaat heel snel. Hey, je had wel een hele mooie vorm te net, hè? Ja, ik was ook verrast. Ik had wel gekeken hoe het moest, maar als het dan ook lukt, dan is dat goed. Ja, hij viel nog een keer over, hè? En dat moet je hebben, denk ik, hè? Ja, want ik vorige keer deden we het ook, maar toen gingen we zo ver mogelijk. Ja. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. Nee, dus nu hadden we even goed naar de uitleg geluisterd. Oh, en ja, overflippen. Ja. En ben je handig met sport over het algemeen? Ja, maar dit doe ik nooit. Ja, dat begrijp ik, maar je ziet wel vaker dat mensen die actief zijn in de sport, dat die bepaalde kunstjes wel vlot overnemen. Nou, ik ben wel fanatiek. Ik vind het dan wel leuk om het te kunnen, ja. Dat klopt wel. Zit hier een carrière voor je weggelegd? Nou ja, ja. Wie zou het zeggen? Nou ja, we eten sterren in de dop, dus je weet het niet, hè? Ja, want waar komen jullie vandaan? We werken bij Onder één Dak in Amersfoort, Vathorst. En wat is dat dan, Onder één Dak? Een dagcentrum voor kinderen met een beperking. Hey, wat heeft een kroeg hier bij de Highland Games te zoeken? Nou, ten eerste komt de beheerder Ruben komt altijd bij ons. En wij hebben natuurlijk dragen het een warm hart toe. We komen hier ook met meer mensen wel vaker bij op de boerderij. Daar zijn we er onder andere bij. Mensen van de kroeg staan hier nu ook te helpen. Met dingen inschenken en bij de onderdelen staan we allemaal. En ja, we hebben gewoon een goed warm hart voor elkaar. Ja, hoe komt dat zo? Nou ja, ten eerste omdat Ruben natuurlijk een heel innemend en warm mens is die ons allemaal goed weet te motiveren voor zijn dagen. En natuurlijk de zorginstelling sowieso hier is natuurlijk een prachtig iets. Ja, maar het is wel voor de lol, hè, denk ik? Wij staan hier puur voor de lol. Ja, we gaan natuurlijk stiekem proberen wat te winnen, maar wij zullen het overal niet gaan winnen vandaag. Nee, nou veel plezier. Dankjewel. Mag ik jou wat vragen? Come on!
schot aan lopen. Ja, ja, zo ja. Hem op! Kamer! En hoe gaat het? Het gaat eigenlijk wel prima. Ik word wel een beetje moe. Ja. Maar we moeten nog een aantal onderdelen. En het zwaarste komt nog. Hè. Wat komt nog? De Farmers Walk. Dat zijn twee tasjes van 60 kilo waar we mee moeten wandelen. Okay. De Stones of Manhood. De grote kogels van 70 kilo die naar 1,80 moeten. En dan natuurlijk als afsluiter touwtrekken. En dat is ook slopend. Maar vreselijk gezellig. En daarna en tussendoor nog even doedelzak spelen? Als ik de kans krijg zometeen wel, want mijn band is onderweg. Ja. Ik moet even kijken hoe ik me voel. En dan sluit ik aan en dan speel ik mee. Ja. Hoe komt het zo dat jij hier bent? Ik ben beheerder van deze boerderij. Ik werk hier een jaartje of 20 met verstandelijk gehandicapten. Drijven deze hele boerderij. En dit feestje hebben we georganiseerd om al deze mensen ook een nieuwe en een leuke dag te geven. En vooral veel mensen naar binnen te halen die zelden komen. Ja. En waarvoor is dat nodig? Boerderij De Huidekoper is een stichting. En een stichting ja, leeft eigenlijk van donaties en giften. En vooral van bezoekers die gewoon ook dat ijsje komen eten of een kopje koffie komen halen. Ja, ja. En op deze manier komen er toch heel veel mensen die even langskomen, misschien wat langer blijven hangen. En misschien volgende week wel weer terugkomen. Ja. Want daar hebben jullie wel behoefte aan, maar want ik wist eigenlijk niet dat dit er was, joh. Nee, deze boerderij bestaat het project al ruim 40 jaar. Deze boerderij staat er 20 jaar en samen met de Armenpoort geven we dus hier dagbesteding. Maar we zijn ook kinderboerderij, dus het is toegankelijk voor iedereen die maar langs wil komen. Ja, ja. Dus als ik een keer met mijn kleinkinderen langs wil komen, dan is dat prima? Dan bent u van harte welkom en we zijn geopend van 9 tot half 5 door de week. Oh, ja. En het weekend tot 5 uur. Je bent uit Hilversum en wij verzorgen optredens op festivals en andere gelegenheden waar gezellig muziek gemaakt wordt. En deels zijn wij ook competitieband. Gedurende het jaar spelen wij verschillende competities in Nederland, België en Duitsland. Maar wat voor instrumenten heb je? We hebben een doedelzak, de Great Highland Bagpipe. En dan hebben wij een drumsectie met een bassdrum, dat is de grote trom. Tenedrums, dat zijn de drums die voornamelijk bekend zijn doordat ze florissen met stokjes draaien. En we hebben de snare drums en die zijn bekend om hun hoge tonen. Oh ja. En wat speel jij? Ik speel zelf doedelzak. Hoe lang al? Ik ben begonnen toen ik 15 was. En wat vond je van die muziek? Heel erg mooi. Ja. En wat vond je het mooiste instrument? De tenor. Hoe heet dat ding? De tenor. En hoe ziet die eruit? Een best wel grote trommel. Oh ja. En waarom vind je dat mooi klinken? Ja, en dan moet je ook zulke mooie bewegingen doen. Ja, dat is het vooral, hè? Ja. Ja. En ga je nou ook opgeven? Ik ben eigenlijk al wel een beetje aan het spelen. Je meent het? Ja. Ja? Want is je moeder of is er iemand die je kent die dat ook doet? Ja, Vicky. Ik ken ze eigenlijk allemaal. Hoe komt het zo? Mijn vader speelt ook in die band. En wie was jouw vader dan? Is die hele grote? Ja, die hele grote. Nee, ja, die met een grote ronde trommel. Oh, die? Oh ja. Sam, wat vinden jullie hiervan? Leuk. Wat vind je er leuk aan dan? Dat je dingen moet gooien en optillen, dat is leuk. Ja, heb je ook al wat geprobeerd? Nee. Nee? En jij, heb jij al wat geprobeerd? Nee. Nee? Oké, een heel klein beetje. Ja, wat heb je geprobeerd dan? Nee, ik heb met die grote stenen
die grote ronde stenen gerold. Oh ja, dat was zwaar zeker. Ja, dat is echt niet zwaar. Maar ik zag jullie er net hier wel rennen, een soort van wedstrijdje houden. Ja. Ja? We deden een wedstrijdje, een beukwedstrijd. Waar wie als eerste valt, dan die heeft gewonnen. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. 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 Ja.